Wat ik hier nu allemaal weer van je af. Allemaal haar. Deze montuur. Laten we het gelijk even aan de kijkers zien. Oké, wat hebben ze hier allemaal? Maar niks. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 8 januari 2023. En het is inderdaad net bijna 5:10 in de middag. Ja, het is een beetje laat, maar maakt niet uit. Ik heb Ro aan de telefoon. En ik denk sowieso dat we ook zo even nog naar de mal toe gaan, even naar de Jumbo, zoals wat we eigenlijk altijd doen. Dus even bekijken bij de bak, et cetera. Dus ja, we hebben het gewoon even lekker asociaal. Dus aanhalingstekens uitgeslapen. Motto kunnen, motto hè. Het ken gewoon allemaal, weet je. Dat ken gewoon allemaal. Waarom ook niet? Dus ik zou zeggen, blijf lekker gezellig kijken voor je pc, voor je tv, maakt het allemaal niet uit, voor je, op je telefoon. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken en jullie zien ons straks. Roos heeft. Zo, nee, staan blijven. Kijk, je ziet hier allemaal witte schilfeltjes. Ja. En dat is Roos. Vette huid, dame. Weer eens eventjes van de week even met jullie eventjes door de wasstraat. Gelijk alle drie. Ja, je hebt een roosskart. Daarom is je huid ook zo gevoelig. Nee, blijft. Blijf. Ja, en erbij zitten dan. Blijf. Ja. Blijf, lof. Kijk eens wat ik hier nu allemaal weer van je af heb gehaald. Allemaal haar. Allemaal haar. Ik ben er nou wel weer van even verlost. Even die rare dingetjes. Nee, ik kies ervoor. Hey, kus. Oh. En dan kun je wel kwispelen. Hè? Nee. Hm? En dan kun je wel kwispelen. Kus. Beauty, kom eens. Puppy. Ja, kom maar. Beauty, kom eens hier. Beauty, kom. Hoeveel haar heb je al? Beauty, kom eens hier. Ja, Beauty, kom eens hier. Kom. Nee, nee. Oh, nee. Kom. Maar, kom eens hier. Kom, hier. Nee, hier. Je hoeft niet te gaan liggen, schat. Nou, ik doe helemaal niks. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Hey. Kijk eens hier. Het is helemaal niks. Kijk eens. Hey. Kijk eens hier. Hey. Kijk eens hier. Het is helemaal niks. Kijk eens. Kijk eens hier. Kijk eens. Ja. Goed zo. Zie je nou wel. Mag ik deze pakken nu? Ja, borstelen. Kom eens hier. Het hoeft niet zo laag. Er is helemaal niks nodig. Nee. Kijk, ik leg die gewoon weer daar neer. Is toch helemaal niks aan de hand? Nee. Meisje. Nee. Ik wil je wel even kammen. Kom. Goed zo. Dat is braaf. Zo blijven staan. Dat is braaf. Hé. Hey. Dat is braaf. Kom eens hier. Lekker ding. Zie je? Jij mag wel zitten als je wil. Je hoeft niet zo met je kop omlaag, is dat nergens nodig. Nee. Oh ja, piepdoos. Ijskattie. Ijskat. Hè? Eventjes hier even. Ja, voor lekker kammen. Dat is lekker, hé. Dat, nee, is helemaal is niks aan de hand. Even je hoofd even omhoog. Ja. Ja, en je weet dat je zus dit een beetje engig vindt, hè. Dan ga je piepen, hè. Zo. Nee, klaar. Goed zo. Kind. Wil je ook nog weer dan? Wil je ook dan weer dan? Mag hoor. Want jij vindt het nerig, hè? Nee. Mag ik Lady ook nog doen dan? Wat denk je? Ik kon wel in de plaats zijn voor mijn zus. Lady, kom eens hier. Ik hoop... Nou, wacht heel even, schat. Even deze even leeghalen. Ja, even zo. Kom eens hier. Twee bolletjes. Eén bolletje. Hé, Scotty. Ja, jij vindt nergens, hè? Nee. Maar even lekker gekamd wordt, hè? Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. En hoe harder, hoe beter bij de. Dat vindt ze helemaal geweldig, hè? Vind je lekker, hè? Even voor staan. Zij wil altijd. Nou, in het begin ook niet, hoor. Echt ook echt haar aan moeten leren, dit. Dat is lekker, hè, Skart? Uittrekken. Nee, niet uittrekken. Nou, mam, als u de honden wil laten glimmen, en bestel nog zo'n borstel. Die u eigenlijk voor mij hebt gehaald, maar ik gebruik ze lekker voor de hondjes. Ja, moet eens kijken hoe mooi ze gaan glimmen, man. Even draaien, Skat. Lady, even draaien. Lady, kom eens deze kant op. Draaien, kom eens deze kant, kom. Goed zo. Even de mensen hier en je achterwerk even laten zien. Hè? Lekker even, schat. Vind je lekker, hè? Het gaat helemaal naar je ding toe. Die kop helemaal opzij. Ik wil een kus voor jou. Hé? Nee. Eerst barstelen. Oh ja, maar daar kunnen ze uren voor staan, hoor. We gaan geen ruzie maken. Dat gaan we niet doen. Nee, niks. Lady, kus. Hey. Hallo, ik wil kus. Lady. Kus. Nee. Hey. Dankjewel. Vond je het lekker? Verkammen, hè? Lekker, hè? Kom dan. En dan moet je hier komen. Kom. Kom. Deze kant op. Kom. En die kun je uren hebben, schat. Heel nergens. Nee. Oeh, lekker! Uittrekken! Bij je billen eventjes, schat, hè? Zo, is klaar? Ja, is klaar, hè? Ja, is klaar. Maar je blijft dus... Oh, heb je er nog niet genoeg van, schat? Heb je er nog niet genoeg van? Je wordt oud. Helemaal kop opzetje erbij kan. Hey. Dat is een camera, skat. Kleine pil aan. Aan het drentelen, dat vinden we leuk. Zo. Huh? Ja. Ja, we staan dus nu bij een hele mooie Porsche. Porsche 718. Ja. Hele mooie. Maar een kontje ook, moet ik zeggen. Ja, nog niet. Is een mooie automaat ook nog. Hele mooie. Kijk. Nou, wij staan dus nu ook weer in de parkeergarage. Rodi vindt een bril heel erg fijn. Dus, maar. Dus even kijken of hij die bril ook wil halen. Wat? Ja, lampen aan zijn probleem. Het is niet mijn auto. Eén lamp. Ja, mooi geluid. Mooi geluid. Helemaal goed. Mooi geluidje. Mooi geluidje. Ja, echt hè? Ja, schat, geen mee. Ik schrik er wel even van. Hè? Ik schrik er wel even van. Ik was aan weer verkeerd. Ja. Schat, kom. Tempo. Nee hoor, grapje. Maar volgens mij wil Ro ook zo'n nachtbrilletje. Ik denk het wel. Zal ik even vragen. Maar wil jij nou ook zo'n nachtbrilletje? Ja. Ah, schijt toch uit, man. Ja. Ah, joh. Wel nee, joh. Schijt toch uit. Geld scoren, ja hoor. Ja, dat is fijn voor je. Dat is helemaal prima. Ja, ik vind het helemaal goed met je. Helemaal goud. Nou, gaan we even kijken of nog de Accent hier ook heeft. Ik denk het wel. Nou, gewoon eens even kijken of we het hebben. En ook wat ik gisteren zag, want ik had gisteren een foto doorgestuurd over een soort van infrarood kacheltje. Weet ik veel, geen idee. Nou, we gaan het zien. Ja. Dus even kijken. Auto-onderdelen, auto. Want dan krijgt hij zo dat nachtbrilletje wel van mij. Ik vind het ook goed. Daar ben ik ook niet zo moeilijk in. He, zo. Het is een beetje druk, zeg maar, hier. Ja. Eens even kijken. Geen ruimte. Kaartje in het midden van de deur. Even opnieuw. Eens even kijken, waar hebben ze dat hier? Eens even kijken. Tralala. Ik ben even aan het denken. Ik even nou niet weten. Waar hebben we dat dan? Of kijk ik er echt serieus overheen? Geen idee. Ik weet het niet. Waar moet dat hier liggen dan? Ik kan niet weten, echt niet. Ik heb hier af en alles, maar niet wat ik zoek, zeg maar. Totally not, gewoon niet. Want in Helder was het hier bij de autoafdeling. Maar nu niet, nee. Het is nou niet wel. Haha, ik kijk er overheen. Ah, kijk hier. Zo, goed hoor. Kijk, het staat er hier zelfs op en bij. Dan heb je twee verschillende monturen. Je hebt deze montuur. Laat het gelijk even aan de kijkers zien. Je hebt deze montuur en je hebt deze montuur. Maar deze montuur zal ik maar niet doen, want er zitten vleugeltjes aan en dan word je gek. Dat is niet handig. Wel een grote glas. Ja, maar deze is ook chill. Deze? Dus ik zou zeggen, zie je het in s'avonds niet goed, haal deze echt, is zo chill. Daar is ik een van de twee, maar ik vind deze fijner zitten, maar het is maar net wat je wil. Deze heeft grotere glazen. Even iets harder praten, schat. Deze heeft grotere glazen. Ja. Ja, maar... als je dus niet met die neusvleugeltjes over weg kan, dan zal ik voor deze gaan kiezen. Dus... en rood wou er ook heen. Dus... ja. Dat is ideaal, toch? Bijna wel. En waarom is het zo ideaal? Nou, het haalt het blauwe licht weg uit je zichtveld. En blauw is meer lichtintensief dan andere kleuren. Doe je erbij? Oké. Dus ja, Rode heeft een neus nu ook. Ben je er blij mee? Nu nog niet, maar straks wel. Maar je hebt eventjes mijn bril eigenlijk opgehad. Vroeger had ik hè? Ja, maar hoe was die ervaring weer dan voor jou? Dat was wel goed. En waarom was het weer goed? Nou, dan kun je wel het zien, zeg maar, in het donker. Ja. Zonder het blauwe licht. Het is heel raar, want onderweg heb ik hem ook even een paar keer afgehad. En dan toch in één keer die blauwe licht. En eigenlijk ben je eraan gewend, maar je raakt zo snel daaraan gewend. Ja, vroeger had ik er een. Ja, daarin de... En, ja. Die is kapot gegaan. Ik heb een andere gekregen van de Accent, die is ook kapot gegaan. Ja. En nou deze dan. Is wat steviger dan die andere. Dat was slecht alleen maar een bovenmontuur met de glazen erin. Ja, oké. Dus dat breekt heel snel af. Ja. Nou ja, dat. Zeker als je het in je zak steekt en je legt je jas neer en iemand gaat erop zitten. Ja, dan gaat het stuk. Ja, maar daarom hebben we dus ook in de auto een heel mooi... autovakje. Autovakje, daar pleur ik het nu in. Ideaal. Heb ik hem gewoon standaard. Dus... zal ik hem ook gewoon nog eentje halen voor mij en voor personen die bij mij meerijden? Die het fijn vinden? Dan die andere. Dan gaan ze jou erin opzetten. Ja, precies dat. Ik snap wat je bedoelt. Zo, moet ik nou weer kijken? Ja, ik moet even hier wezen. Ik ga jou weer af het beste. Maar ik kan deze ook gewoon in het dashboardkastje neerleggen en voor de bezoekers. En dan gewoon in het etuietje. Kijk. En dan van, joh, en wil je zo'n nachtbril? Heb ik hem daarin. Die is voor mij, die is voor jou, hè? Ja, is goed, is prima. Dus, nou, voor de mensen die dus met me meerijden, die hebben dus nu ook een nachtbril. Handig! En dankjewel mede Action Shoppers voor deze sponsoring van 50 cent. Onder andere. Ja, kijk je uit. Ja, je moet ook wel even uitkijken wat en wat. Haha, grappig. Ah, dit is net zo leuk. Geen reet aan, want dat kan ik zelf ook nog maken. Dat doe je niet. Nee, omdat ik daar geen zin in heb nu. En mijn creatieve brein heb ik momenteel niet, maar dat weten jullie. Wat? Even een meet en greet. Ja, een meet en greet. Ja, helemaal goed. Even die meterstanden doorgeven. Ja. Het is een meter en andere stand doorgeven. Ja, precies dat. Ja. Ach ja, wij gaan weer even verder koekelen. Zo, we zijn er weer eens. Ja, zoals altijd weer gezellig. Maar ik probeer mama ook al te bellen. Maar bellen mislukt. Ja, ik zie het al. Zo, nee, die aan. Zo, hartstikke fijn. Nee, die uit. Oké, ja, dat weet ik. Zo. Wat heb... Ja. Dat is fijn, dit. Ja, dat is heel fijn. Wat? Wat hebben ze allemaal hier? Ja, nou. Neem gewoon op, of zo. Oké, wat hebben ze hier allemaal? Voor mij niks. Nee. Voor mij... Helemaal niks. Helemaal niks. Hi! Ja. Hi. Alles goed? Ja, ik ben druk bezig. Nee, gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Maar ik ga even mijn camera even geduld hoor. Zo, hi. Heb jij nog wat te zeggen, schat? Of niet? Wat heb jij? Nee, ik heb alleen een yoghurtje. Alleen een yoghurtje. Oké, top. Er zijn nog twee, maar die ijskast zijn vol. Ja, dat dacht ik. Ik heb nog een heleboel vla liggen dan. Ja. Oké, precies dat. Achter aandoen. Mhm. Ik heb het koud. Mhm. Yummy. Mhm. Even naar 18 graden. Lekker even. Ja. Yummy. En ik ben bezig met de vlog. Ja, ook dat weer. Moet ook gewoon weer gebeuren. Dan weer even tussen de zaken even op orde stellen. En dan wil ik ook weer op tijd naar mijn nest. Want ik ben moe. Even kijken, zo. Nee, wat doe ik dom? Nee, zo, die moet ik hebben. Yay! Dit is lekker, gewoon. Sushi. Ja. Mm. 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 Yummy. Oh. Oh. Mm. Ja. Yummy. Mm. Ja, waar. Dit is lekker hoor. Oh, even lekker sushi eten. Lekker. Nou, en Roos is nou met de hondjes. Want ik moest nog even een vlogje maken, zeg maar. Even alvast weer een groot deel. En dat ben ik dus nu even aan het doen voor jullie. Ja. Even gewoon eventjes een vlogje bouwen. Zo, zo. En even kacheltje aan, want ik heb het koud. Ja. Ook ik kan het af en toe koud hebben. Heel even een kacheltje aan. Straks is het weer lekker warm. Ja. Zo. Ja. Zo, ctrl-s weer even. En dan is het gewoon weer mooi opbouwen. En dat ga ik morgen lekker doen. Opbouwen, opbouwen, opbouwen. En even kijken hoeveel vlogs ik heb. Zo. Die staat ook al online, dus die kunnen ook gewoon lekker daar naartoe. 12, dit is dan 13, 13, 13, 13. Naam wijzigen, dit is 13. 13, dit is 14. 14, 14, 14, 14. 14, dit is 15. 14, 15, 16. 16, 17. 17. Naamwijzigen 17. 17. En dan heb ik 18. 19e, dat is voor deze. Ja. Dit wordt 19 januari. Dat is deze vlog die ik dus nu opneem. Dan heb ik niet. Ja. Dan kun je nagaan. Dat ik zoveel dingen aan het doen ben, jongens. Nou, gewoon even. Even mijn dingetjes aan het doen. Ja, en ik heb het gewoon koud. Dat had ik jullie al verteld, volgens mij, ja. Ja. Dan denk ik, ja, moet ik even kijken. Deze ikke. Naamwijzige ikke. Zo. Deze moet ik ook doen. Die is voor 13. Krijgt Niels, denk ik, deze, de 14e. Ja, dat denk ik haast wel. Een naam wijzigen. Ga ik even alvast Niels erbij neerzetten. Niels. Deze is ook niet zo heel groot en spannend. Dan ga ik ook even Niels erbij neerzetten voor de 15e. Ja. Even kijken, dit is ook niet zo'n hele spannende. Maak ik ook even nieuws van. Het is niet allemaal zo spannend. Dit is een hele kleine mini vlog. Ik kan Niels ook wel doen. Heeft die. Maar. Deze is niet zo heel groot. Naamwijzigen. Niels. Deze doe ik wel, want deze is niet zo heel groot. Van de 18e. Ga ik gelijk eventjes in het programma knallen. Zo ben ik dan ook wel weer. Yep. Alleen waar mijn eetlust weer is. En zodra ik thuis ben, is mijn hele eetlust gewoon naast een mandelgrootje. Echt waar. Wil ik eigenlijk niet eens eten. Ik heb er geen trek in. Maar oké. Komt ook wel weer goed. Ja hoor. Alles komt goed. Alles kan kapot. Ja, nee hoor. Grapje. Ja, deze even versnellen. Versnellen, 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 versnellen. Vind ik leuk. Tralali, trialala. En heel snel. Gereed. En ja. Die is gereed. Hartstikke mooi. Die. En dan deze. Hartstikke mooi. Even opnieuw toewijzen. Die. Heel snel. Yep. En dan moet ik even van vannacht even terughalen. Moet ik even kijken. Ja, is nog een hele goede. Deze moet eigenlijk weer even terug. Moet ik even naar knippen. Die moet ik even daar naartoe. Moet ik hier naartoe. Ja, moet ik daar naartoe. Weer plakken. En deze ook even hier achter neer knallen. Ja. Dat moet ik allemaal doen. Dat moet ik allemaal doen. Daar naartoe, tijd opnieuw toewijzen. Jee, joeperpoepie. Hey, jee, yes. Ook even heel snel. Hartstikke mooi. Heb ik die vlog al deels gedaan. En dan is dat voor de 18e. Ja, voor de 18e. Ja, lekker bezig. 18e. Gelukkig heb ik hier allemaal dingetjes. Onderweg in de avond en nacht. Zo, heb ik die al in het programma staan. Dat is fijn. En dan van vandaag nog. Ja, en wie hebben we daar? Wie hebben we hier? Wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Ja, jullie zien het. Ja, dat is mijn lieftallige man. Roderick! Hij schat. Hoi. Hoe gaat ie? Ja, redelijk. Vertel, waarom redelijk? Morgen weer op. Ja, 12 uur dienst. Ja. Ja, en hoe vroeg is vroeg? Als we 12 uur dienst geven die in de middag begint, ja. Dan heb ik meer aan, maar hier heb ik niks aan. Ja, sorry, daar kan ik ook niks aan doen. Jij gaat ermee akkoord, niet ik. Ja, het is een verlengde ochtenddienst. Ja. Maar overmorgen lukt ietsje later beginnen. Ja, en Rodi kwam weer binnen met de hondjes en ik ga hem even een vraag stellen. Ja, samen met jullie. Jij hebt vandaag een bril gekocht hè, bij de Action. Ja, deze. Ja. Een gele nachtbril. Ja. Ga je het zo zien? Ja, doe hem eens op. Nee, gewoon... Voor je ogen alsjeblieft. Nee, schat. Voor jouw ogen doe ik hem op, ja. Daar, ja. Kijk. Maar hoe beviel hij in de auto dat we weer naar huis reden? Want we reden ergens langs. Ja. En dat is normaal heel erg pijnlijk. En ik werd er in het begin heel erg misselijk van. Ja, dat is een stukje kunstwerk. Met een grote K. Ja. En die lampen langs de weg die geven blauwig licht. Dat is precies het licht wat je in de ochtend te zien krijgt. Dezelfde kleur blauwfrequentie, zeg maar. Maar de rest van de dag zie je het gewoon als blauw. Ja. En s'nachts is het heel erg blauw, zeg maar. Ten opzichte van de duisternis alom. Dus jij werd daar behoorlijk misselijk van. Ja. Ik niet zozeer, maar goed. Maar met zo'n bril op haalt dus die blauwe schittering eraf. Dus je ziet alleen maar die blauwe lampen nog verder en het licht wat een beetje schijnt. Maar alles in de omgeving is niet meer zo blauwig. Ja. Dus je kan beter onderscheid maken tussen wat de weg betreft en de omgeving. In plaats van dat je verblind wordt door het blauwe licht. Nou, dan ben ik benieuwd morgenochtend als je gaat rijden. Ja. Misschien zal ik hem dan opzetten, misschien helpt dat wel. Aha, dat moet ook eens, dat is wel handig. Zet, ja. En dan, wil ik morgen wel eens weten hoe het dan is bevallen met het op de snelweg te rijden. En met de koplampen van andere medegebruikers. Ja goed, het filtert dus de overgang tussen licht en donker verder weg, zeg maar. Dus het wordt een beetje algemeen minder licht. Ja. Dus ook de overgang tussen licht en donker is dan ook minder. Ja, oké. Dus je ogen hoeven minder moeite te doen om zich aan te passen aan opeens heel veel licht in je ogen. Van de tegenliggers bijvoorbeeld. Ja, want dat merkte ik namelijk vannacht al. Dat ik dus naar huis reed. Dat het dus, normaal dan zou ik al bij Alkmaar, Amsterdam, dan zou ik gewoon moe worden. En gewoon iedere keer dit, zeg maar. Maar sinds gisteren dat ik deze bril op heb gehad, vanaf Den Helder hier naartoe. Ik heb nergens van last van gehad. Zo raar. Het is gewoon zo raar. Maar echt, zal jij dit ook aan andere weggebruikers adviseren? Want ik weet niet hoe het dit nog rijdt met zon. En met zon zou ik hem niet gebruiken, zou ik gewoon een zonnebril opzetten. Maar dit is dus een nachtzichtbril. Ja. Het is dus handig voor mensen die op de tweerichtingsbanen rijden. Ja. Waarbij de banen redelijk vlak naast elkaar liggen. Ja. Zoals de A12 bijvoorbeeld. Er zit een hele groenstrook tussen, dus daar heb je geen tegenliggers, zeg maar, die je overschijnen met de lampen. Snap? Uiteraard. Ja. Dus dat is wel handiger voor mensen die wat moeite hebben om te zien in het donker. Zeker als je dus tegenliggers hebt die ook wel eens af en toe in je ogen schijnen. Ja. Kijk, echt een continue stroom van tegenliggers, dan wen je daar wel aan. Mm-hmm. Maar is het af en toe een tegenligger, dus op meer afgelegen wegen en dergelijke. Zou ik zeggen, nou denk er eens over. Ja. Dus maar het is voor iedereen individueel, nou, wat je er zelf van vindt. Deze was 2,9. 70 volgens mij. Dus je bekoopt je niet heel erg veel aan. Nee, oké, want je hebt nog wel eens, even kijken, moet ik zelf ook even koeken. Zonneklep, wacht even. Kijk, deze, even kijken, is dat deze? Nee, dat is niet die. Jawel. Deze, dan, en dan zeggen ze ook wel eens, de zonneklep auto HD beschermt u overdag en 's avonds tegen licht. Hierdoor heeft u geen last meer van een laagstaande zon en het licht van tegenliggers op de weg. De zonneklep is eenvoudig te bevestigen. Dat zijn dus deze dingen waar ik het over heb. Voor dag en nacht. Dus dit is dan voor... je hebt dan eentje voor dag, maar je hebt ook eentje voor nacht. Dit is de nachtversie. Ja, maar de kijk. Is wat dat is deze, ja. Die grijze. Die grijze, inderdaad. En die kun je dan aan je... Kijk, dit is, even kijken, dit is zeg maar gewoon zonder. En dit is met. Ja, dus het overtollige hoeveelheid licht wordt afgefilterd. Ja. Dat is er voor een deel dan. Want rood licht is energetisch lager dan blauw licht. En het blauwe licht filtert hiermee af, zeg maar. Ja, oké. Je hebt het ook met oranje glazen. Rood zou ik niet doen, want dan filtert het hele boel af. Ook het groene licht, zie je niks meer. Nee. Dus dat. Ja, precies. Maar je raadt het dus wel aan iedereen aan die wat slecht ziet op met mensen die vermoeid raken bij lange ritten, zeg maar. En je moet 's nachts rijden en je hebt af en toe zo'n tegenligger, dat verwacht je dan, zeg maar. Van, oké. Dus minder last van vermoeidheid. Ja, oké. Oké. Top, dankjewel. Ik had toch al gezegd dat ik het koud had. Nou, ik heb het ook koud. Het is bijna 10 uur, nog een paar minuten, maar ik lig al lekker op bed. Ja. Heerlijk. Ik heb er even genoeg van vandaag. Genoeg van voor vandaag. Goedemorgen, goedenavond, goedenacht. Helemaal goed. Maar ik ga lekker op tijd naar bed. Heb ik ook wel weer verdiend. Ik heb het koud. Ik ga nog even een beetje waarschijnlijk Videoland kijken. En dan ga ik lekker slapen. Dus bij deze ga ik al lekker ook de vlog afsluiten. Dus heb jij genoten van deze vlog? Weer leerzaam of wat dan ook. Ik zou zeggen, abonneer eventjes. Want dat is heel belangrijk. En doe een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan. Want dan blijf je namelijk op de hoogte. Ja, want elke dag om 2 uur komt er een nieuwe vlog online. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen.